Dan krijgen we Germanie. Roderick, ik hou me van alles op de hoogte. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is alweer een maandag, 9 augustus. En we leven om 9 uur 24 en dat allemaal in 2021. Ja. Het gaat gewoon allemaal maar door met wat er ook allemaal gebeurt in je leven. Het gaat gewoon door. Wat vandaag de dag ons brengen gaat, weet ik niet. Ik weet enkel dat we dus de nieuwe huishoudelijke zorg krijgen. Enkel vandaag. En vrijdag, dan krijgen we Germanie. Hoe je het uitspreekt, weet ik niet. En 16 augustus, dan krijg ik alleen nog de hele ochtend van 9 uur tot 10 uur 30. Wat ik hier begrijp. Ze komt om 9 uur en eigenlijk ook om 10 uur 30. Nou, in ieder geval, ze moet dan 3 uur blijven. Ja. Van 9 uur 90 minuten en dan om 10 uur 30 weer 90 minuten. Nou ja, dom dat ze dat zo er neerzetten, maar in ieder geval. Dan krijg ik Tessa met die hek al gehad en dat, nou, dan kan je achter de feiten aanlopen, weet je. Dat is geen goeie. Maar ja, ik ben blij, ik ga daar weg. Even wegklikken. Zo, ik ga er toch weg. En dan hebben we onze lieftallige dochter Karin, mijn meisje uit Den Haag, die moest om 8 uur weer in het ziekenhuis wezen. Ze mocht vannacht thuis slapen. Ze had wel al aan de morfine gelegen en al, maar ze weet nog steeds niet hoe en wat precies. Dus ja, en dan moest ze om 8 uur alweer in het ziekenhuis wezen. Dus ja, ik weet het niet. Nou zijn ze hier al verder aan het boren en daar word je ook weer zo lekker gek van. Beginnen ze nou ook net mee? Waar, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat ik nou moet doen, dat is met de meisjes uit voordat er weer water uit de hemel mag komen. Ja, want er zou weer water komen, werd er gemeld. En ik hoop dat ik voor die tijd thuis kan zijn. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later en geniet van je dag. Vrienden, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik ben aan het renderen, dus ik ben lekker bezig. Mijn huisje is al schoon en het is afwachten nog met Karin wat die nou eigenlijk mankeert. Ze weten het zelf nog steeds niet. Ze zijn dus ook vanochtend vroeg weer in het ziekenhuis beland. Ze hebben een hele tijd moeten wachten totdat ze onder de scan door kon. Nu zitten ze op de uitslag te wachten, maar ja, dat duurt ook natuurlijk weer. En het schijnt er ook smorende druk te zijn in het ziekenhuis. Dus ja, we weten het nog steeds niet. Maar ik zit maar te wachten en te wachten. Roderick houdt me van alles op de hoogte. Maar ja, die wil ook natuurlijk het meeste bij zijn vrouwtje blijven, logisch. Maar in ieder geval, het is moeilijk. Ze vergaat echt van de pijn, je wilt niet weten. Maar oké, hier is het even wat anders. Het is hier snecht weer. En ik heb het niet in huis, maar het is wel een snecht weer, ja. Het is wel lekker met dit weer om snecht te eten, maar ik heb het helaas niet in huis. Nee, maar ik ga er ook niet doorheen, nee. Echt niet, het is suk, vies, meer rot weer. Donker, grijs, grauw, nat, bah, niks aan. Maar ja, de boeren zijn er blij mee, die hoeven niet te sproeien, weet je. En één dame ligt op de bank te slapen. En waar de andere is, denk in de mond, dat weet ik niet zeker. Ja, in de mond. In de mand. Lief, hè? Ja, echt lief. Ja, echt lief. Maar ja, ik ben in ieder geval lekker bezig met renderen. Deze vlog die breng ik zo eventjes naar YouTube. Die plan ik daarin.
Wanneer komt deze dan online? Zullen we even kijken. Op 12 augustus komt die online. Dus zo met een paar dagen is dat. Het is nou de 9e, dus dat valt wel mee. En ik ga daarna even weer naar mijn spel toe. En daarna probeer ik nog eentje weer in elkaar te zetten. Maar ik wil ook even vlees bakken. Dus ik weet niet zeker of ik er aan toe kom. Want ik wil vlees bakken. Een speklappie. Want morgen komt Jan van Dam. Hij was gisteren bij Karin om de verjaardag te vieren wat in het in duigen viel omdat Karin ziek werd. En dan komt hij morgen bij mij en ik ben niet van plan om ziek te worden. Nee, want ik heb ook nog lieftallige hondjes. Ja, die rekenen ook op mij. Maar we hebben ook morgen de Juttersmarkt en ik hoop niet dat dat in de regen valt. Nee, want daar heb ik geen zin in. Vind ik niet leuk. En Jan die komt daar speciaal voor. Ja, speciaal voor de Juttertjesmarkt. Dus ja, helemaal gezellig, helemaal leuk. Dus we proberen het gewoon en anders ja, regenjas aan en we zullen het beleven. Dus ik zeg, lieve vrienden, ik hou jullie gewoon op de hoogte van het ruilen en het zeilen van mij en van alles wat ik beleef en meemaak. Lieve vrienden, zoals jullie zien sta ik op straat met de meisjes. Weer op weg naar huis. Kijk, die gaat lekker zitten. Wauw. Grote meid. En ik sta bij de grote weg en het is nou zo bijzonder rustig. Heerlijk. En dat is Cape Holland, oftewel de Oude Rijkswerf. En daarom met die grote ster, dat is de bioscoop. Ja. Lekker naar huis en dan gaan we lekker naar bedje toe. Dus ja, ik en de meisjes zeggen jullie dus wel trusten en mooie droom. En morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Dus zeggen tot dan.